Vanaf een zonovergoten sportpark aan de Sportlaan heten we u van harte welkom. Vandaag de wedstrijd op het programma DVS 33 tegen Jong Almere City FC. Naast mij trainer Willem Leushuis. Willem, wat weet jij van Almere City? Wat weet ik van Almere City? Nou, ik weet dat ze de laatste wedstrijd tegen koploper Scheveningen een uur lang beter geweest zijn. Dus ik denk dat ze ten onrechte op zo'n lage plek staan op de ranglijst. Ik weet dat ze een wisselend team hebben. Ze hebben nu ook weer 3 of 4 andere spelers. Met name omdat het eerste elftal geen competitie heeft. Ja, en dat het een energiek elftal is met heel veel beweging. En daar zullen wij een gepast antwoord op moeten geven. Het zal nog niet meevallen. Zou dat effect op de wedstrijd kunnen hebben dat het eerste niet speelt? Ik denk het wel, want ik zie wel een stuk of 3 andere spelers die volgens mij vorige keer op de bank gezeten hebben bij het eerste. Maar het maakt allemaal niet uit. Het is 11 tegen 11 en we spelen thuis, dus we moeten de wedstrijd gewoon winnen. Hoe gaan jullie dat doen? Hoe heb je je ploeg voorbereid? Nou, om alle dingen die we altijd doen, om dat nog extremer te doen. Het compact houden onder andere. En daarin, vanuit de omschakeling, hebben we wat kleine aanpassingen gedaan die hopelijk effect hebben. Je bent goed op koers. Je spreekt ook over, elke wedstrijd is belangrijk. Het zijn allemaal finales die je speelt. Hoe bereid je je ploeg? Hoe krijg je dat elke keer weer in die kopjes van de jongens? Nou, met name deze week hebben we bewust een soort van periodisering gedaan. Wat gas teruggenomen op training. En ik moet zeggen dat donderdag maken ze een hele frisse indruk. Dus ze geven wel moed. En dat is bijvoorbeeld een van de middelen om ze toch tegen de onderste ook weer scherp te maken. Precies. En onderschatting. Ja, je staat 10e, maar Almere City onderaan. Iedereen kan van iedereen winnen in deze derde divisie. Wat is volgens jou onderschatting? Ja, onderschatting is gewoon het feit dat je tussen de oren denkt van we doen het wel even. En dat de benen daarop reageren met een mindere prestatie. En dat mag dus niet gebeuren. Dat is duidelijk. Met welke 11 ga je dat vandaag doen? Met dezelfde 11 als vorige week. Alleen Harry komt terug in zijn vertrouwde positie en dat gaat ten koste van Frank. Oké, duidelijk. Wens je weer heel veel succes en we hopen op 3 punten dat die hier in Ermelo blijven. Daar gaan we wel vanuit, ja. Dankjewel. Succes. Daar rolt de bal voor het eerst vanmiddag. DVS 33 tegen Jong Almere City FC. Daar moet DVS meteen opletten. Via de goalie van vandaag. Niet Daan Huiskamp, maar Paul Epping. Paul Epping. Bal richting Maurice Struijter. Kan daar niet doorkomen. Joran Pot kan erachteraan. Die bal verkeerd op het hoofd van de captain. Joran Pot wordt daar reglementair verdedigd door de verdediger van Almere City. Wat er alweer vandoor is. Combinatie daar met Maurice Struijter. Dat was jammer dat Heiko Epping niet bereikt werd. Een schot daar. Een schot van Joran Pot. Keeper Nick Roymas Pistor. Alle moeite mee. Kan hem tot corner verwerken. Goed schot van Joran Pot. Robert de Vries. Maurice Struijter, Robert de Vries. Geen buitenspel. Moet die voorzet gaan komen. Oh, wat een mooie bal. Oh, de keeper. Tweede instantie. Ja! Nee, de keeper had de bal al vast in zijn handen vol scheidsrechter Cantinu. Dus deze goal gaat niet door. Harry Pinashi geeft die bal daar zo weer aan de speler van Jong Almere City. Is geen buitenspel. Tadmine. Dat is een goede redding daar van Paul Epping. Farnold mag heel ver komen. Farnold, bal voor. Bal schiet voor de goal langs. Weer een gevaarlijk moment voor de goal van Paul Epping. Wordt een doeltrap. Metalsi met de vrije trap. In de handen van Paul Epping. Muur goed neergezet. En goed gepakt deze vrije trap door Paul Epping. Farnold gaat schieten. Goeie redding daar van Paul Epping. Aanval loopt door. Opnieuw heeft Paul Epping die bal. Schot van Tadmine. Boer. Voorzet daar. Draait er gevaarlijk. Komt een hele grote kans daar voor die nummer 17, Tadmine. Die jaagt hem over de goal van Paul Epping. Gevaarlijk moment voor de goal van Paul Epping. Daar komt DVS in de slotfase van deze wedstrijd goed weg.
En daar fluit de scheidsrechter voor de laatste keer deze middag. De wedstrijd eindigt in een 0-0 gelijkspel. De punten worden gedeeld. De analyse na deze 0-0 tussen DVS 33 en Jong Almere City FC. Beide trainers naast mij, René Koster. René Koster, met wat voor gevoel sta je hier? Kun je ons door de eerste helft heen loodsen? Hoe ging die? Ja, we begonnen goed. Hè? Na 1 minuut kwam een rechtsback al door. Ik denk dat het een redelijk tactische wedstrijd was, waarin voor beide kanten niet heel veel kansen zijn gecreëerd. Het zijn twee teams die allebei willen voetballen. Dat zie je ook niet veel in deze competitie. Bijna alle ploegen die spelen vanuit de lange bal, tweede bal, echt duelleren. Eerste helft hebben wij ook niet veel gecreëerd, maar ook niet veel weggegeven. Ja, en ik denk tweede helft dat wij de iets betere kansen hebben gekregen. Ja, en Willem, jouw verhaal, jouw de eerste helft. Ben je het met René eens? Nou, ik heb genoten van ons de eerste helft. Ik vond dat wij heel volwassen speelden, tactisch gedisciplineerd. En ik denk wel de 2-3 goed uitgespeelde kansen. We hebben er eentje weggegeven in de eerste minuut, dat klopt. En de tweede helft was ondermaats van beide partijen. Ik vond hem zelfs iets sterker, tweede helft. Dus uiteindelijk gezien de tweede helft ben ik blij met het punt. Okay. Duidelijk. Tevreden met een punt hier? Nou ja, vooraf weet je wel dat wij staan onderaan. En DVS de laatste 4 wedstrijden 4 keer gewonnen. 12 punten bovenaan in de derde periode. Dus vooraf teken je voor een punt. Maar gezien die kans in de laatste minuten vind ik wel, die moet je gewoon maken. En dan moet je hier met 3 punten weggaan. Maar ik denk overal dat een gelijkspel wel terecht is. Okay. Vond jij dat sommige spelers niet thuis gaan vandaag? Nee, ik vond dat alle spelers wel thuis gaven. Maar doordat, kijk, zij hebben natuurlijk een heel energiek spel. Met de jonge spelers fit, zijn heel erg fit. Dus het tempo ligt best wel hoog. Afstanden met de omschakeling die waren best wel groot. Ze hebben er heel veel energie in gestopt, met name de eerste helft. En die energie kwam een beetje te kort, tweede helft. Ook wel tevreden met een punt achteraf? Dat zei ik net, ja. Okay, duidelijk. Volgende week spelen jullie uit of thuis tegen? Thuis tegen Lisse. Kom. Heel veel succes erbij. Dankjewel. Wij gaan naar? Naar de Vliegende Vogels. Kijk, die ken jij. Die kennen we heel goed. Kijken of het daar weer gaat lukken volgende week. Kijken of we een stokje ervoor kunnen steken, ja. Okay. Heren, bedankt voor deze analyse. Ja, succes verder.